Wij bouwen een systeem om te zorgen dat alle kleine en mid-sized uitzendorganisaties gezamenlijk met ons kunnen optrekken tegen de grote jongens. Zijn bedrijf, Jax, groeit enorm hard. Zijn doel is zo snel mogelijk over de miljard euro omzet heen. Ik ga in gesprek met Nick Hillebrand. Welkom bij 7D-TV. Ja, zo las ik ergens over de miljard. Is dat een reële doelstelling? Ja, dat is een reële doelstelling. Um, of het echt de doelstelling is, dat is het niet. Het is gewoon een, een tussenfase voor de organisatie. Tussenfase? Ja, want de markt waar wij in zitten is miljarden groot. Dan hebben we het alleen over Nederland. We zijn uh, dit jaar al aan het openen naar, uh, naar de UK. Oh, willen, je bent al aan het internationaliseren. De komende, uh, komende drie jaar vijf landen openen. Dus die omzet is vrij goed uh, haalbaar. Het is wel dat we nu al aan het schuiven zijn in omzet en, uh, en bruto marges. Oftewel, we zijn al wat meer bruto marge producten toevoegen, wat minder omzet producten. Ja. Waardoor de, de tractie op omzet iets minder hard gaat, maar ja. het bedrijf al veel sneller gezonder wordt dan dat het ja. was. Ja. We, we gaan, ik wil alles over weten, want even voor duidelijkheid, uh, even de pitch, wat, wat doen jullie? Wij bouwen software en services voor de, voornamelijk de uitzend, uh, uitzendbranche, dus uitzendorganisaties. En ze gebruiken bij ons een one-stop-shop-principe, uh, waarbij eigenlijk alles wat je normaal gesproken uitbesteedt in allerlei verschillende partijen bij ons onder kan brengen. Je hebt het over een ATS, een CRM, een planningsysteem, een uursysteem, uh, data engineering, data analyse, back-off-systemen, werksysteem, alles wat je maar kan doen. Plus consultancy, dat doe je allemaal bij ons in huis op één centrale data-architectuur. Oftewel, een uitzendorganisatie heeft voortaan alleen maar ons nodig en niemand anders meer. Hoeveel concurrenten waren er op dit gebied? Nul. Was, bestond dit niet? Nee, er, er is niemand die alles doet. Aha. Je zet wel partijen die alleen ATS doen, specifiek. Wat of is ATS trouwens? Applicant Tracking Systems, dus uh, om je ah, kandidaat okay. te doen. Ah, typisch uitzendjargon uh, ja. is dit, oké. Okay. Ja. En uh, bedrijven, dus MKB-bedrijven, grote corporates gebruiken het ook. Oké. Okay. Dan, dan dan bijvoorbeeld multipost, dan zitten ze oftewel als je een vacature uitzet, dan kun je daar je traffic wat binnenkomt, dus je kandidaten die binnenkomen. Het hele recruitmentproces, zeg ja, maar. Ja, dat komt binnen ah, door een ATS-systeem. Okay. Ah, oké. Okay. Maar dat is slechts een deel van het proces, want je wilt iemand ook een contract aanbieden, je moet hem bij een uitzendorganisatie ook koppelen aan een van je klanten, je moet zorgen dat hij in je planning terechtkomt. Je wilt vervolgens kunnen uitlezen waar heeft iemand gewerkt, hoeveel marge heeft hij gemaakt, hoeveel kosten heeft hij gemaakt, is wat is zeg maar het bruto rendement wat je erop maakt. Je wilt kunnen zorgen dat je hem kan betalen, dat hij zijn loonstrook krijgt, dat hij een eigen portaaltje heeft, dat de opdrachtgever een eigen portaal heeft. Dus alles zit er bij heeft... jou in? Ja, alles zit daarin. Maar um, werk jij, voor hoeveel uitzendbureaus doe je dit nu inmiddels? Kleine 200 uitzenders, nee. Kleiner dan 200. De, de, de grote jongens, wat vinden die ervan? Want ik neem aan dat die niet met jou werken, of wel? Nee die werken, grote... nee, die werken nog niet met ons? Nog niet. Nou, dat gaan ze, ik, ik denk ook niet helemaal doen. Nee? Wij bouwen een systeem om te zorgen dat alle kleine en mid-sized uitzendorganisaties gezamenlijk met ons kunnen optrekken tegen de grote jongens. Ah, oh. En hoe doe je dat dan? Nou, aan de achterkant bundelen wij alle databases, en dus alle data. Wat betekent dat wij nu, naar waarschijnlijkheid, al de grootste actuele database van Nederland hebben met uh, beschikbare uitzendkrachten. En dus mensen die ingepland zijn. Um, en via hen kunnen wij dus geautomatiseerd met een koppeling naar de opdrachtgever zorgen dat de juiste kandidaat op het juiste moment wordt voorgesteld. Plus voorspellende waarden. Je hebt een soort markt, marktplaatsachtig ja. systeem eromheen ja, Exact. Aan. Ja. Maar, maar dan kan ik ook als klein bureautje zeggen, als klein uitzendbureau, of klein, dan kan ik als kleiner uitzendbureau ook zeggen: van ja, maar wow, wacht even. Dan, dan mis ik misschien wel kandidaten die ik, als ik het zelf zou doen, allemaal lekker naar mij te komen. En nu moet ik het delen met 200 of 300 of hoeveel het er ook worden. Of, of is het voor iedereen goed nieuws? Nou, het is voor iedereen goed nieuws, want ik snap dit. Um, zo dachten veel uitzendorganisaties op het begin ook. Ja. Dat is logisch. Ja. Maar wat we doen, een klant komt binnen de eerste keer via een uitzendorganisatie. Hij kan altijd via meerdere uitzendorganisaties worden aangebracht. Want dat is logisch. Want een klant werkt of een opdrachtgever werkt vaak met meerdere uitzendbureaus tegelijk samen. Ja. Maar als iemand, iemand hem heeft aangebracht bij ons, dan jagen wij nooit meer op een klant. Dus als iemand al klant bij ons is, dus er zitten ze nu tegen de 4000, dus 3500 tot 4000 operationeel actieve eindklanten bij ons, dus opdrachtgevers ja. van uitzendbureaus. Ja, en iedere dag opnieuw zijn we aan het proberen om meer opdrachtgevers bij Jacks te verbinden aan nieuwe uitzendorganisaties. Dus ja. wij helpen hun ook met sales en met recruit, recruitment en de systemen en verloningen. Dus letterlijk het hele volledige pakket. Om te zorgen dat onze uitzendbureaus winnen van de rest van de uitzendbureaus die niet bij ons zijn aangesloten. Hoe kom jij op dit idee? Ja. ja. Ja, geen idee. Want je Kom. zat niet, je, je want hiervoor, ik weet alleen dat je een of andere super stoere Special Forces-achtergrond of zoiets hebt, hè, toch? <laughs> Whatever. Z ja, ik heb acht jaar bij, bij de Mariniers rondgelopen. Ja, dat bedoel ja, ik. Ja. Uh, ook uitgezonden geweest en zo, en ja. allemaal spannende shit meegemaakt. Uh, maar ik, heb jij ook ondernemerservaring daarna. Want hoe oud ben jij? Uh, 32. 32. En na die Mariniers-dingen ben je meteen gaan ondernemen? Ja, ik heb een paar vrienden geholpen die een uitzendorganisatie hadden. Dus daar komt dan een klein stukje ondernemerservaring vandaan. Ja, ja. Voor de rest deed ik veel naast uh, dat ik bij de marinisten in de beleggingsindustrie. Dus ik handelde heel veel aandelen. Zelf. Ja, uh, ja vraag me niet hoe, maar ik snap gewoon heel goed hoe cijfers werken. <laughs> ja, het is een rare combinatie, ik weet het maar. <laughs> Jij ja, moet er ook om lachen. Maar, <laughs> maar hoe wacht even, hoe zag jouw uh, middelbare schooltijd eruit? Ja, niet zo uh, denderend hoor. Nee? Nee, nee? nee, ik was daar, niet. Ik was daar alleen op al het moment dat ik daar moest zijn. Mijn vader begon er toevallig gisteren nog over. Ja. Dat ik nooit uh, echt uh, weggelegd was uh, voor school en dergelijke. Dus, vandaar... dus ik was daar en ja. na school ging ik werken. Ik ging de havens in, in Vlissingen. dan ben een Zeeuw van origine. Dan ging ik werken tot uh, dip, di uh, diep in de nacht. En dan kwam ik terug, ging ik twee, drie uur slapen. En dan ging ik weer terug naar school. En dan ging ik datzelfde riedeltje weer doen. Dat is een beetje wat ik daar oh, dus je was al vrij snel, was je zeg maar, een beetje een beest. Zeg maar. dat je, in zoverre dat je maar weinig slaapt. En dit is extra special forces type <laughs> is dit. Hè? En, maar hoe kwam je dan bij die command? Of nee, bij de mariniers is het, hè? Ja. Oké, okay, maar, maar gewoon mariniers of ben je iets van... Uh... Nee, ik heb gewoon alleen bij de open mariniers gewerkt. Oh, dus de geen, de... Uh, geen SF dingen gedaan. Oké, okay, geen, ja. geen special forces-dingen nee. nee, okay. uh, Gewoon op een boot gezeten. Nee, 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 dat is de marine. <laughs> oh ja, oh ja. Nee, maar je zegt mariniers. Ja. Is dat wat anders als een. Mar ja. ja, als je het zeg maar hebt over. als je instroomt bij de marine, dan zijn dat matrozen. Ja. En je instroomt bij de mariniers, dan zijn het dus mariniers. Ja. Je moet het zo zien. Je hebt bij de landmacht heb je commando's. <laughs> je spreekt een leek. Hè? Ja, dat maakt niet uit. Je hebt bij de landmacht heb je de commando's. Ja. En bij de, uh, bij de marine heb je de mariniers. Oh, dus je bent de commando's op zee? Ja, het zijn zeg maar elite eenheden. Van de marine. Ah, dus jij beschermt boten tegen piraten en zo, dat soort werk. Ja, ook. Ja, maar ja? Ook gewoon, we hebben ook gewoon in Afghanistan patrouilles gedraaid en dat soort dingen. Oké, 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 oké. Helder. En hoe lang heb je dat gedaan? Ja, acht jaar. Acht jaar. Ja. Je, dat was je een broekie toen je daarmee begon. Ja, achttien. Ja, ja, ja. Tot ergens in 27. Wat heb je daar geleerd? Wat ik daar geleerd heb? Ja? Heel veel. Noem, noem ze wat. Um, nou, ik beschrijf het meeste wat ik beschrijf daar is uh, communiceren. Je leert kort en bondig communiceren. Ja. Met daadkrachten en lef tonen. Ja. Um, en ik denk, als je echt gaat kijken, je leert heel oplossingsgericht werken. En het is altijd uh, reactie. dus je hebt geen tijd daar om... Oké, okay, er gebeurt iets, kom, daar gaan we eens even 4,5 uur over nadenken. Ja, er iets. gebeurt iets, en er moet nu een actie... Alles is urgent. Worden. Ja, exact. Ja. En dat helpt mij nu wel met ondernemen. Maar kan het tegenwerken? Want volgens mij, als je op een gegeven moment... Hoeveel mensen heb jij nu? Ja, tegen de 300. Ja, die, die, die vinden niet altijd alles urgent. Nee, maar dan proberen ze wat te leren. Dat alles ja? urgent is. Ja. Want hoe. Uh, uh, nee, laten we eerst even teruggaan te naar het bedrijf. Ik ben een beetje hak op de tak. Interessant. Ik vind zo, dit is namelijk een bijna ongelooflijk verhaal. Want er zijn niet zo gek veel ondernemers. die met relatief weinig ervaring vanaf scratch met een idee. Want hoe lang zijn wij nu bezig? 3,5 jaar. 3,5 jaar. Uh, die al zo hard knallen. en dan ook nog op een niveau zitten. waarbij ze zeggen: Jo, we've only just begun. want we moeten nog veel harder door. Um, wat zijn de eerste regels als jij van scratch die hele snelle groei wil maken naar nu, die eerste drie jaar? Wat is daar belangrijk geweest? Ja, lef tonen. Ja, gewoon ja. ballen, ja. gewoon doen. Ja. Maar had je veel geld nodig? Nou, het begin valt het wel mee. Ondertussen hebben we enorm veel miljoenen aan kapitaal opgehaald. Hm. Uh, maar op het begin valt het allemaal mee. Je moet gewoon beginnen met een product, heel hard de markt in Ook al is niet af. Ja. Oh ja, dat, je hebt eigenlijk de, de markt als test gebruikt. Ja. Pikken ze dat? Ja, want het product is nog steeds niet af. Dus dan was het nergens. Ja, ja, het is gewoon nooit af. Nee. Okay, en als, je, als je, als je kijkt, het is, ding is, als je eerlijk bent tegen je klanten en daar helder over communiceert. Over uh, een maandje of wat is dat, uh, drie lanceren we een uh, nieuwe versie van het product. We zeggen tegen onze klanten ook gewoon: dat ding kan echt, hij kan echt heel slecht zijn. Maar dat zien we pas op het moment dat hij echt live is. En ik kan het testen wat ik wil. Totdat er een echte klant in komt. en die gebruikt op een andere manier. dan dat ik test. En die kan het helemaal ruk zijn. Maar als ik kritische shittering ga stoppen. dan, dus dan, dan word ik daar niet blij van. Als ik als bedrijf overga. op jouw systeem. en jij claimt. ja, je kan alles. ja, dan doe ik alles erin. maar dan zou ik het wel op zijn minst prettig vinden. als het allemaal werkt, toch? Ja, dus dan moet je dus er zorgen, zorgen dat je goed kan communiceren. dat je bereikbaar bent. dat mensen bij je aan kunnen komen. dat je dan dus het probleem oplossen. direct. dus alles is dan urgent. Ja. dingen gaat oplossen. Okay. En niet meer uitstellen. Kijk, ik kan nog wel dan vier maanden gaan uitstellen met die klanten. Maar die klanten moeten gewoon over in dat systeem. Want het systeem zou in de basis beter moeten zijn dan het huidige systeem. Ze stappen ook in één keer helemaal over, of niet? Ja, in dat geval wel, ja. ja. Wat is jouw businessmodel? Want er zitten verschillende... Je hebt een soort stukje marktplaats. Je sluit klanten aan. Je hebt natuurlijk de, de, hoe noem je dat? de uitzendkrachten. Je hebt de uitzendbureaus. Hoe ziet jouw businessmodel? Kun je, je uitleggen waar je je geld overal aan verdient? Ja, zeker. Um, in de basis... Uh, verdienen we overal in een opslag per persoon per uur. Dus dat betekent dat een uitzendbureau... brengt zijn uitzendkrachten en zijn freelancers onder bij ons. Daar zit een kostprijs onder als wij ze verlonen... want soms verlonen we de uitzendkrachten ook van de, van de uitzendbureaus. Dan betalen wij de uitzendkrachten, we doen de ja. afdrachten en de belasting... we zijn verantwoordelijk voor zuim, dat soort dingen. Mm -hmm. En daar zit een opslagfactor op per persoon per uur. En daarbovenop leggen we weer een software-fee per persoon per uur. Uh, en die software fee gaat ook per persoon. Ja. Dus je hebt niet een uh, gewoon een normaal zeg maar SaaS-achtig saasachtig softwaremodel waarbij je een licentie fee en je betaalt zoveel per maand zoals boekhoudpakketten of dit ik voor. Wat. Nee. Uh, kijk, er zit een voor en een aan natuurlijk. Op het moment dat je dat doet, dan ga je het pakket in feite of te duur maken voor kleintjes. Ja. Of te goedkoop voor de grote. Ja. En ik wil dat iedereen exact dezelfde prijs betaalt. En dus hoe, hoe meer mensen jij wegzet, hoe, hoe meer je betaalt. Je betaalt gewoon, het scheelt gewoon op basis van wat je, wat je doet. Ja, en als je dus morgen een start- en uitzendorganisatie bent, dan kan je normaal gesproken geen pakket kopen, is allemaal veel te duur, veel te omslachtig, implementaties moeilijk, je snapt helemaal niet wat je aan het doen bent. Je ontstart je gewoon en in feite kost het je dan niks. Want je hebt geen mensen lopen, dus geen uren, dus er loopt niks doorheen. En ik verwacht wel dat we ergens in de toekomst daar eens een keer nog een modelletje onder gaan hangen. Dat je wel een minimum iets ja. gaat betalen. Maar het zal een heel minimaal zijn. Anders ja. ga je weer een drempel leggen. Ja. Maar wij willen gewoon geen drempel. Ik wil de hele markt. En die hele markt is hoeveel uitzendbureaus? Ja, geregistreerd zijn het er 22.000 of zo. Maar... In Nederland? Ja. 22.000 uitzendbureaus? Ja. What the fuck, ouwe? Ja. Niet normaal. Maar er zitten heel veel kleintjes tussen. Ja, heel veel kleintjes. En zijn dat dan ook recruitmentachtige bureaus of zo? Want noemen ze zich allemaal uitzendbureaus of heet dat ook anders allemaal? Ja, er zijn er heel veel echt uitzendbureaus van. je hebt ook detacheringsbureaus recruitmentbureaus, ja. en recruitmentbureaus van uh, headhunters. Die zijn ja. al geen werving- of selectiebureaus, maar we een specifieke niche hebben. Maar iedereen die ja, mensen ja. wegzet eigenlijk, die kan jouw pakket gebruiken? Ja, zometeen wel. Ja. Nu is het vooral geënt op echt de uitzendorganisaties. Ja. Vanaf januari 2025 komen er ook detacheringsorganisaties bij... Kun je ook je verloning volledig door ons laten doen, maar zelf juridisch werkgever blijven, wat je nu nog bijvoorbeeld nog niet kan. Dus we gaan iedere dag eigenlijk een stap verder in het aanbieden van oplossingen voor uitzendorganisaties. Om daarmee meer data te ontsluiten voor onszelf. En daarmee nog meer opdrachtgevers aan andere kanten laten aansluiten, zodat we daar weer geld aan verdienen. En de uitzendmuizen laten groeien. En dan verdien je hem altijd aan twee kanten. Maar het is wel een, uh, het is een ondernemersplan wat jij hebt. Of nou, plan, je bent aan het uitrollen. Het is. Uh, het is... All or nothing, hè? Wat ja, dat, jij, ja. dat is je strategie, hè? Ja. En kan het dan ook nog nothing worden? Ja, dat kan altijd. Maar dat geldt nu vooral voor mijn concurrenten die het niet doen. Dat het niks gaat worden. Maar het kan bij ons ook nog een keer. Als er iemand komt die het slimmer doet, doet het beter doet, sneller doet dan wij. Of ik kies gewoon verkeerde strategieën waardoor mijn klanten minder vertrouwen. Maar ik denk dat het op de huidige basis echt niet gaat gebeuren. Kijk, we hanteren ook een prijsstelling voor een, een van de kerndienstverleningen... die zo laag is... Ja. dat we het er eigenlijk zelf niet eens voor kunnen doen. Dus een uiterste organisatie bij ons komt... komt altijd bij een concurrent vandaan op dat uh, deelgebied... waardoor die heel veel geld bij ons gaat besparen. Of hij doet het nu zelf... waardoor die nu goedkoper gaat worden... en als risico's weglegt. En dat, is, dat is gewoon een bewuste strategie... om te zorgen dat wij maximaal kunnen groeien... en dus al die data kunnen ontsluiten. Ja. Dus de kracht zit echt in de schaalgrootte. Ja. 100%. En gaat je marge dan ook aan de hand van die schaalgrootte duidelijk omhoog? Ja. Draai je, nu, draai je al winst of niet? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee, nee, nee. dat kan bijna niet, zo'n korte tijd. En, nee, hoeveel, wat voor geld zit er in? Ja, ik hoef niet per se de bedragen te weten. Maar ik las een of andere, hoe heette die meneer, uh, Peter Goedvolk of zo. Ja. Die zit er met First Dutch, heet dat geloof ik, hè? Ja, Family ja, Office. Dat is een Family Office. Zit er nog meer, zitten er nog meer clubs in? Wat ja, je ja. kan vertellen. Er zit heel veel eentje geld in. Ja. En particulieren kunnen instappen met certificaten van aandelen. En eerst alleen met obligaties. En nu vanaf nou, over een week of twee, denk ik, vanaf nu... kunnen ze weer instappen met convertible loons. Converteerbare convert obligaties. En heb je dat via een platform geregeld of zo? Of hoe werkt dat ja, Ook die dan? hebben we zelf gebouwd. We hebben <laughs> gewoon zelf een uh, beheerssysteem waar ja. ja, dat is als je honderd man tech hebt zitten. Dan kun je alles zelf bouwen natuurlijk. Maar het is soort of crowdsourcing eigenlijk wat je dan ook toepast. Of crowdfunding ja, uh, noemen we Ja, soort ja. Van, ja, ja. ja. Uh, dus... Dus, en, hoe, en de groot aandeelhouders, even, de originele. Want je bent met een partner begonnen, maar die is vertrokken. Hè? Na, een half jaar geleden, of, begreep ik. Las ik. Jeroen, nee, hoe heet hij nou? Oh, nee. De, nee, Jeroen was nooit... Uh, Jeroen Verrossen. De, Jeroen is gewoon aangenomen en ook weer... Uh, oh, oké. Okay, okay. nee, ik dacht dat die, hij is samen begonnen met. Jij bent nee. het alleen begonnen. Ja. Voor alle duidelijkheid. En jij bent ook de enige... Uh, qua oprichter, groot aandeelhouder ben jij de enige. Nee, is dus van die uitzendorganisatie waar ik eerst een tijdje voor gewerkt heb. Ja. Ik heb samen met hun... Uh, dit systeem opgezet. Dus ik heb gezegd... jongens, dit kunnen jullie doen. Uh, en toen vonden zij... een minder goed idee. Ze hebben gezegd... oké, okay, dan gaan we het samen doen. Maar dan ga ik hem runnen... en zijn jullie met mij mede-aandeelhouders. Nou, dat is er eens gebeurd. En uh, in de tussentijd... zijn zij nog maar heel klein aandeelhouders. Maar op het begin was het gewoon... 33, 33... Uh, nee, dat klopt niet. 30, 30, 30, 10. Dan zat nog een, uh, een... medewerker van hun toen bij... die is nu bij mij aandeelhouder geworden. Die werkt nog steeds bij Jacks. Ja. Uh, maar zij zijn ondertussen... nog heel klein Oké. Okay. Um... Hoe, uh, hoe vind jij zelf dat gaat nu? Ja, matig. <laughs> ja, want ja. leg eens uit. Ja, het is um, je kan zoveel in deze markt als je het op de juiste manier doet, dat de schaal echt werkelijk onbeperkt is. Echt onbeperkt. Want hoe groot is die markt? Nou ja. is qua in geld weet je dat of? Nou, het is, de, de gerapporteerde omzet, en ik denk dat je dan echt niet alles hebt... in de uitzendmarkt is 40 miljard ongeveer in Nederland. Mm. En ik draai nu een paar honderd miljoen. Mm. ja Druppel ja. op een goede plaats. Ja, precies. Dus ik ben echt nog steeds een loser eigenlijk. Hè. Komt een <laughs> <beetje neer. Ja. lacht> Hoeveel omzet draai jij nu? Ja, 200 miljoen ongeveer. Ja, een loser. Ja. Um, Oké, okay, dus dat is, dat is de potentie die erin zit. En maar waarom gaat het dan matig? Hoe kan dat? Het um... gaat niet snel genoeg. Nee, je ziet dat je heel veel mensen moet aannemen. Ja. En dat is goed, want je hebt die mensen allemaal nodig. Je ja. ziet alleen dat je heel veel mensen uh, niet snel genoeg meekrijgt in hetgeen wat wij willen. Dus in de denkwijze, in het denktempo, in de visie. Kijk, wat wij bouwen bestaat natuurlijk feitelijk niet. Nee. En we willen alles met data ontsluiten, we willen alles inzichtelijk maken, zowel intern als extern. Vrijwel niemand is gewend om te doen wat wij doen. En vrijwel niemand is gewend om als ze bij ons komen. Om de uren te maken die wij van ze vragen. Dan zou denk je denken, ja, jij zat aan de maatsaf. Nou, dat is geen maatstaf als jij werk af hebt, maar als je je werk niet af hebt, dan maak je dus meer uren. Dat is gewoon de context die eronder ligt. Want het werk moet af. Ja, oké, okay, maar wie bepaalt hoeveel werk ik moet doen? Nou, in feite het team zelf. Nee. Wij geven doelstellingen en het team zelf hanteert dan, oké, okay, dan moet dit dit en dat daarvoor gebeuren. Nou, kijk, natuurlijk, in praktijk komt het heel vaak van hoger af, want wij kunnen makkelijker overzien wat er dan allemaal moet gebeuren. Mm -hmm. Maar je kan um, in de planning wel de teams laten meedenken, de managers laten meedenken. Zit overal aan tafel. Die geven zelf estimaties af. Ja, dan moet je die ook halen. Dat snap ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, dat de meeste, uh, zeg maar. Werknemers in Nederland, die volgens mij is een beetje de norm dat je 40 uur contract of zo krijgt, toch? Ja. Kijk, en als jij ze dan vol met gewoon 80 uur aan workload qua doelstellingen, ja, dan kan ik nog zo efficiënt werken, maar dan moet ik gewoon 80 uur per week werken. Hoe zitten jullie contracten? Wat verwacht jij dan van werknemers? Nee, dat, dat, nee dat verwachten we niet. Oké, okay. kijk, we verwachten gewoon dat als jij aanwezig bent bij ons, dat ja. je 40 uur aanwezig echt aan het werk bent. Ja. Dus ik denk dat wij ongeveer van Nederland de beste arbeidsvoorwaarden hebben die je maar kan krijgen. Want je hebt echt veel vakantiedagen. En je hebt bij ons ontbijt en lunch en alles zit erbij. Je hebt, ja, uh, fitness. Ja, precies. Je hebt echt alles. En we zitten natuurlijk in een prachtige, uh, prachtige locatie. Maar... Ja, de oude Unilever. Uh, dat grote ding daar ja. uh, aan de, aan de, aan in Rotterdam. Ja. ja. Maar als jij besluit om tussendoor anderhalf uur te gaan wandelen. Ja, ik vind het prima. Maar als je werk er niet af is, ja, dan blijf je daarna anderhalf uur zitten. Ja. Ja, ik heb je niet gevraagd om te gaan wandelen. Nee. Dus je moet gewoon zorgen dat het werk af is. En dat ja. heeft allemaal gewoon... Dat is echt wel goed gestructureerd door... Er zijn hele goede HR-afdelingen en dergelijke bij. De managers zijn heel goed voor hun mensen. Dus mijn, zeg maar, directheid die je nu voelt... en die je in andere dingen zal zien... Ja. die komt niet altijd terug op de vloer. Nee, dat lijkt me Nee, maar, maar het voelt inderdaad een beetje... En ik, ik, ik vind dat niet... Laat het voor alle duidelijkheid is geen oordeel, hè. Maar het voelt een beetje als de, de mariniere... Het is een operatie... En het is urgent en je wil gewoon keihard en doelen en het is gewoon no room for bullshit, noem ik het maar. Zo, zo voelt het. Maar dan denk ik, gast, in Nederland met heel veel mensen, da dan, dan raak je volgens mij waanzinnig gefrustreerd als je niet oppast. Want volgens mij krijg je, ja ik wil niet pessimistisch doen, maar de, mij, het is namelijk geen uh, 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 militaire operatie. En mensen, en mensen willen tegenwoordig, die willen allemaal, die willen allemaal dingen en zo, toch? Ja die daar misschien tegenin druisen. Is wel, maar als je mensen vanaf het begin af aan meeneemt in het verhaal... en wat we aan het doen zijn, en ja. je maakt ze daar onderdeel van... dan zijn er heel veel mensen die wel echt willen. En we zijn heel helder aan de voorkant. Oftewel, dit is wel wat we van je verwachten. Als je dat niet ja. wil, dan moet je hier gewoon niet komen werken. Ja. Um, en dat is niet omdat er voor jou duizend anderen zijn... maar dat is gewoon omdat het dan niet gaat werken in de organisatie. Want al jouw collega's verwachten hetzelfde van jou. Want als jij die doet, moeten zij dichtlopen. Als je daarin kijkt een, een heel pragmatisch voorbeeld, we hebben iedereen opties van aandelen gegeven. Dat betekent dat als wij ooit een exit maken, wat wel een beetje de bedoeling is, ja. niet dat ik dan weg wil, maar gewoon een exit om meer geld in die organisatie te krijgen. Ja. Dan profiteert iedere werknemer van Jack's daar substantieel in mee. Dat gaat niet over 5000 euro. Dat gaat echt over miljoenen die dan door de tent heen gaan. Ja. Waarbij mensen echt enorm veel geld kunnen maken. En natuurlijk is het dan weer zeg maar, excentriek gedreven, hè? dus dan gaat het over geld. Mm -hmm. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen trots op het merk. Er zijn er heel veel mensen die gewoon echt willen dat het slaagt. En ja. als ik daar gisteren en eergisteren op een kantoor kom, dan zijn er altijd mensen aan het werk. die daar niet met frustratie of stress zitten. Mm -hmm. maar die gewoon denken: ik ga nu vooruit werken. Want dat gaat me van de week gaat het mij makkelijker maken. Als ja. Dat doe ja. En dat is niet verplichting. Zeg maar, iedereen kan het dag en nachts kunnen er altijd in wanneer ze maar willen. Maar het is allemaal op eigen initiatief. Hoeveel mensen zijn techie van het de, van de totaal? Derde. Ja, 100. Hoeveel? 100. Oké, okay, een derde. Ja. Maar daar valt me nog mee in die zin zou nog. En de rest? Ja, we hebben een grote marketingafdeling, Ik geloof heilige marketing. Er zitten uh, nu 35 man op marketing en dat team gaat doorgroeien naar 50 in de komende paar maanden. Uh, best wel een grote financeafdeling, want al die stroom moet uh, verwerkt worden. En, en continu je... nieuwe businessmodellen die we erin pompen, die continu verwerkt <laughs> moeten uh, worden. <laughs> dan heb je uh, grote back-office-afdelingen natuurlijk voor het verwerken van al die. Uh, die loonstroken, om het even plat te slaan in die contracten. Huh? Een, een, een legal afdeling. Er zit er een salesapparaat natuurlijk, die is vrij klein hoor, salesapparaat, want er gebeurt heel veel met marketing en gewoon inbound. Hoe divers is de club? Dat is ook zijn thema van vandaag ja, extreem. Ja? Maar dat is niet omdat we daarop gestuurd hebben. Dat is ja. gewoon organisch. Hoeveel, is de voertaal Engels of Nederlands? Nederlands. Die is al Nederlands. Ja, en de techniek gebruiken we in de systemen wel Engelse taal. Maar er werken alleen maar Nederlandse mensen. Okay. Maar dat is gewoon puur geënt op de toekomst. Oké, okay. en hoe want? Ja, ik verwacht dat we er niet uh, onderuit komen om een keer met de buitenlandse krachten te gaan werken. Plus de internationalisering van het bedrijf moet wel zorgen dat je op lokaal niveau overal ter wereld mensen kan aannemen. Mm -hmm. En die moeten dan in dezelfde systemen, in dezelfde code kunnen werken, dus met dezelfde voertaal. Oké. Okay. En waar zit de diversiteit dan in? Want je zegt het is wel een heel divers club, maar het is niet diversiteit qua afkomst. In de zin van, ik heb ook, ken ook een jong scale-up waar ik mee sprak. Die hebben dan, weet ik veel, 18 of 20 nationaliteiten of zo, geloof ik, die daar werken. Voertaal Engels, echt zo'n super internationale hub. Maar dat hebben jullie dus niet. Ja, maar de voertaal-nationaliteit maakt natuurlijk niet uh, divers. Het gaat om culturele achtergrond, het gaat om wat die mensen doen, wat ze beweegt. Ja. Als je daarop kijkt, we zaten afgelopen jaar al op meer dan 50 verschillende culturen intern bij de organisatie. Als je kijkt, we hebben twee gebedsruimtes op kantoor bijvoorbeeld. Er is een kolfruimte op kantoor. Um, het eten is uh, zowel uh, van gloedintolerantie als vegan, ja. vega en halal. Er ja. wordt zeg maar, met iedereen rekening gehouden hm. om maar te kunnen zorgen... dat jij zoveel mogelijk bij ons op kantoor de ruimte hebt om je vrij te voelen... om maximaal resultaat te leveren. Ja, en om jezelf te kunnen zijn, ja. zeg maar ook. Ja, Hart maar duidelijk. Ja. Streng, doch rechtvaardig, zeiden ze ooit. <laughs> ja. <laughs> ja. Jij zegt, uh, jij zegt uh, hoe ben jij opgevoed eigenlijk? Ja, vrij relaxed hoor. Niet, ja? zo, niet zoals ik nu. Uh, nee. Nee? En waar komt dit vandaan? Want ik, wat, wat ik wel interessant vond. Nee, wacht even. Eerst marketing. En dan wil ik nog even een stukje over jou hebben. Maar eerst, jij zegt marketing is heel erg belangrijk. Hè? Ja. Uh, je, uh, is dat alleen maar. Uh, want je bent een tijdje Feyenoord uh, uh, gesponsord. De, 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 de train. Nee, de, niet de hoofdclub, maar de... Trainingspartner. Ja. Dat is nogal knallen en zichtbaar. Uh, hoe ziet jouw marketingstrategie er nu uit? Waar geloof jij in wat van soort? Want je hebt marketing in de volle breedte. Hè? Ja, marketing is heel breed en we zetten er een vol breed in. Ik betekent dat we alles in huis doen. Een studio waar we nu in zitten. wij hebben bijvoorbeeld ook een studio, een dubbele zelfs, zodat we zowel in Jack's kleuren als gewoon voor al onze partners kunnen werken. Uh, maar wij doen echt alles. Maar het is um, uh, branding staat bij ons hoog op de, ja. op de agenda. Dus het is ook een brandmanagerscontrole met bezig om bezig wat is dan de merkfilosofie? Hoe kijken we ernaar? Hoe kijkt de markt naar ons? Dat wordt ook gemeten. En daarbij hebben we dus heel veel marketingacties. Dus de volledige fase zeg maar, van marketing worden bij ons doorgeleefd. En alles wat we maar doen. Zeg maar tot aan een motion graphics specialist, die, die motions verwerkt in video's. Om daar maar meer zichtbaarheid, reuring, gevoel, wat dan ook bij te geven. Wat dan ook het doel van de, van de campagne is. We hebben nu een hoofdpartnership met Reset Verschoor, Formule 2 talent. Daar hebben we net de eerste twee weken van de nieuwe campagne Battle of the Branch mee gedraaid. Dat betekent dat er een paar honderd uitzendbureaus bij ons op locatie kwamen, op kantoor, waar professionele race simulatoren stonden. Dus dat betekent dat er een volledige campagne aan te pas komt. Dan heb je het over e-mailstrategie, dan heb je het over LinkedIn campagnes, dan heb je het over direct targeting gewoon met LinkedIn. Dan heb je het over eigenlijk alle soorten fases van benaderen van doelgroepen om ze bewust te maken van de campagnes die wij nu draaien, dus het event die we draaien. Waarbij ze tegen elkaar racen en tegen Richard verschoord Dus tegen de Formule 2 uh, om hem te bieden Is natuurlijk niet gelukt, niemand. <laughs> maar goed, is wel goed ook. Anders spons ik de verkeerde man. Ja! <laughs> uh, maar die kost wel een patiënt, of niet? Of valt dat nog mee? Nou ja, zo'n campagne. Ik heb vanmorgen hier nog een... Uh, een uh, geef één keer in de twee weken een stand-up. Stand-up breed. Dat betekent ja? dat uh, iedereen meeluistert digitaal naar wat uh, nou ja, ik in dat moment te vertellen heb. Ja. Uh, deze campagne kost voor een maand of vier alle activatiebedrijven 200.000 euro. Dus dat valt op zich wel mee op het budget ja. wat wij draaien. Ja. En dan heb je het over uh, uh, twee weken lang professionele race sims. Dan heb je het over uh, kaarten met 125cc racecards hierna. Dan heb je het over een racelicentie behalen voor een deel in Meppen. En daarna nemen we mensen mee om met echte Formule 4 auto's tegen elkaar te gaan racen op het circuit van Valencia. Ja, dit zijn wel ultieme dingen. Ja, maar het gaat voor ons in feite alleen maar om fase 1. Oftewel, de uitzendbureaus uitnodigen, bij ons op kantoor laten zien: kijk eens hoe jonge speler wij zijn, maar we zijn toch wel groot, we zijn gevalideerd, we hebben veel beter voor elkaar. De directeur Beckhoff en ik geven dan een presentatie: dit is wat we doen, dit is waar we naartoe gaan, dit is wat de wet- en regelgeving doet, dit is wat de compliance doet. Zo kijken we naar technologie, zo kijken we naar data. Dit is waarom jij kan groeien, dit moet je absoluut niet doen. Dus wij pompen er in korte tijd heel veel informatie doorheen, om daar maar te laten zien. Dat wij eigenlijk veel beter dan alle andere partijen zijn die het al honderd jaar doen. Die allemaal een, een gedeelte van de oplossing doen en niet het hele pakket sowieso. Ja. Ja, en gewoon op kennis en kunde. En je ziet ook 35% van de partijen die bij ons op bezoek zijn geweest, hebben een afspraak ingepland om door te praten om klant te worden. En van de eerste negen afspraken op kantoor zijn er acht direct geconverteerd naar klant. En die ene heeft gewoon een aanbod gehad en niet gereageerd. Zijn er geen uitzendbureaus die zeggen, joh, uh, ik vind het allemaal heel leuk, maar uh, het gaat mij, het gaat mij zeg maar, iets Jawel. te snel. En te... Zeker. Ja. Ja. Ik krijg ook wel eens reacties van mensen op de mail, maar ik wil niks met jullie te maken hebben. Oh ja? En dan vraag ik waarom, maar dan zal er nooit een goed antwoord komen, want die mensen hebben ons nog nooit gesproken, maar vinden ons gewoon te agressief in de marketing. Ja, kan we, nou ja, kan, en, we, kan en, we, Als en je dat wat, mag. Ja, als je een beetje klein MKB bent, behoudend en voorzichtig. En ja, dan om dan je hele bedrijfsvoering. Uh, aan zo'n snelle rakker uh, over te dragen. Dat kan me voorstellen dat dat voor sommigen eng is. Ja, ik ook. Maar wij kunnen wel een beter resultaat leveren. Ja. En dat bewijzen we, dus ook daar kom je terug op markt. We draaien case studies voor klanten, om te laten zien wat hebben we nou met die klanten gedaan. Hoeveel tijd en effort hebben wij erin gestoken? Wij investeren actief in Dus Ik stop mijn eigen geld in die uitstootorganisaties... om hun te laten groeien. En volgens komt dat natuurlijk wel weer terug in het rendement. Maar ik vertel ze ook vooraan, als ik het dus niet fix, ja, dat is mijn eigen probleem. Maar jij groeit, dus ik verdien mijn geld nooit meer terug. Het is heel veel skin in de game, maar daarmee um, kunnen we 100% aantonen dat wij beter zijn dan een ander. Hmm. En dat durf ik met volle arrogantie ook te zeggen dat wij beter zijn dan een ander. Ben je wel eens onzeker? Jawel, jawel natuurlijk wel. Op wat voor momenten? Ja, dat is nu moeilijk te benoemen, maar dat is. Uh, ja, ook, ik denk natuurlijk wel eens: kunnen we dit echt wel allemaal zo snel, zoveel? En houden we dit inderdaad wel vol? Omdat iedere honderd mensen die ik spreek zegt... nee, nee, dit is niet vol te houden. Ja, dat zijn ze drieënhalf jaar geleden al. en zeggen ze nu nog steeds. Ja, het gaat nog steeds prima. Hm. Natuurlijk is dat wel eens dat je af en toe bij jezelf denkt van... Uh, lopen we onszelf echt niet voorbij? Maar dat duurt dan uh, twee minuten. En denk nou Nick, kom op. Let's go. stop met zeiken en uh, draaien. Heb jij wel eens... Ik kan me voorstellen dat je behoefte krijgt aan sparren met gasten... die het wel eens... Dat zijn er niet zoveel in Nederland, maar... Spar jij wel eens met ondernemers die ook op dit soort schaalgrootte en met dit soort snelheden hebben gewerkt? Of heb je iets van nou, daar heb ik niet zoveel aan, ik zoek het zelf wel uit. Ja, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar bijna niemand snapt echt wat we doen, omdat de filosofie toch echt anders is achter de organisatie. Dus heel veel organisaties hebben heel snel geschaald, maar hebben dat wel uit andere gedachten gedaan dan wij. Wat maakt het verschil dan? Dat wij gewoon van tevoren hebben gezegd, we gaan dit maximaal duwen. Ja, ja. En het andere het resultaat hebben ervaren dat iets werkt, en dat te dus schrijven Ja, gaan ja, ja, opstalen. Ja. Bij jullie is het echte uh, Steven Kofi-leiderschap: begin with the end in mind. Je hebt gewoon een duidelijk doel, en dan is het gewoon vol gas daar naartoe. Ja, en dat doet extreem veel pijn af en toe, maar het zet je wel, uh, ik bedoel, er is nooit een drempel. Want die drempel kan niet bestaan, want anders haal ik nooit mijn doelstellingen. Ik, uh, ik, ik net al, ik probeerde net even een brugje te maken naar jouzelf. Toen dus zei ik eerst even marketing doen, maar nu even terug naar jouzelf. Want ik heb natuurlijk wat dingetjes geresearch, wat ik wel, of nou grapjes niet juist hoor, maar wat het boeiend vindt aan jou, is dat uh, jouw moeder is heel jong uh, overleden. Ik ga je psychologische analyse doen. Uh, jouw <laughs> maar... pa, jou pa is al heel lang ernstig ziek, uh, begreep ik. Dus dat is, dat is, dat is laat ze zeggen, niet een cliché uh, opgroei. Uh, en uh, iemand die vroeg jou iets over emotie... en toen was je daar ook vrij helder over... nou, daar heb je niet zoveel last van, zei jij... het is voor mij een beetje zo'n soort flatline, weet je wel... ik ga niet uh, van, van zo en zo. Toen dacht ik van, uh, ja... Uh, wat, wat betekenen emoties voor jou? Want jij bent inderdaad, als ik met jou praat... Dan is het echt gewoon. Bam, 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 bam. En je praat snel en je weet waar je naartoe wil. En het is inderdaad een soort militaire operatie. Want het is zo wel. <laughs> en dan denk ik: van waar zit. Want, je, want het is te makkelijk om te zeggen: ja, emoties die heb ik niet. Dat is natuurlijk geluld. Is iedereen. Maar waar zitten die bij jou? Of komen die er nooit uit? Of, of heb je ze ook niet? Of? Nee, ik stop ze bewust gewoon 100% weg. Dat is het meer. Hmm. Omdat emoties in de basis niet helpen, een geluksmoment maakt het niet beter. Is alleen dat je dan even stilstaat bij het moment dat het gelukt is. Maar daar heb ik niks aan, want de volgende stap moet nog gezet worden. Maar emoties helpen je toch enorm in het leven? Ja, waarmee dan? Met keuzes maken, met uh, geluk nastreven. Met... Wel, maar, kijk, geluk nastreven is natuurlijk bijvoorbeeld een heel ander iets. Maar als je kijkt puur naar business sense, ja. dan gaat het om plannen, plannen uitvoeren, resultaten behalen. En daar doet het dus niks voor. Ja. Of ik het leuk vind of niet, maakt niet uit. Het moet gebeuren. Jij ziet zaken doen echt als, als iets heel ja, nou, zakelijks, iets ja, rationeels. Echt iets rationeels. Er hoort geen emotie bij. Nee. Maakt het dat niet minder leuk? Nou, dat 100%. Maar waarom doe je het dan zo? Nou ja, omdat ik doelstellingen wil halen. Waarom? Ja, nee, Deed je vraag. Het dus is pas geleden ook een keer uh, uit, uit, uit eigen beweging van, van hem, maar hij wilde een onderzoek naar mij doen. Wie? Iemand. Een psycholoog. Ah, oh jij? Ja, ja. Ja, ja. Bij, bij een psychologievoer. Ja, ja. ja, dat kan me wel voorstellen. Die, die heeft er ook uh, alle dingen Die heeft dat wel heel mooi. Uh, dat kan ik nu niet. Uh, want het, is, het ging heel diepgaand. Dus ik kan dat nu niet even zo samen. Maar hij heeft dat wel heel goed gedaan. Um, want alles wat hij zei klopte wel. Dus hij kon heel goed uit mij halen. aan bewegingen, aan woordkeuze. aan alle interviews die hij had nagekeken. aan wat ik hem dan vertelde in die uren. Wat een, hij kon mij heel goed ontleden. Waarom, was dat op zijn initiatief? Ja. Waarom? Omdat dat, hij een paar mensen zocht die, die hij uh, op een bepaalde manier kon... Uh, die aan een bepaald profiel voldeden waar hij... Ja, hij heeft daar een wilde. woord voor, maar ik noem het even meten. Ik weet even niet wat het woord ja, is. Ja, okay. En dus heeft hij jou uitgekozen, to, amongst others, en heeft hij jou geanalyseerd. Ja. En wat kwam er dan uit? Ja, nee, dat is dus lastig. Ja, ik kan nu oprecht... Ik zou het wel willen vertellen, ja, maar het ja. is een heel boekje. Dus ja, ja. ik gok als ik het nu vertel dat er iets verkeerds uitkomt. Maar we, je kwam erop omdat ik zei van, waarom? Want je zegt van, maakt het dat minder leuk? Ja, dat maakt het minder leuk. Maar ik heb een doel. Maar wat is dan je drijfveer? Zo'n kutvraag. Maar waarom doe je dit dan? Alleen maar om iets groters neer te zetten waarvan iemand anders denkt dat het niet kan. Waarom? Leuk. Oh, dat, dat is wel leuk. Nou, dus de weg ernaartoe is dan minder leuk? Het is meer gewoon resultaat halen om daarmee gewoon iets extreems te zetten. Ja, ik heb er gewoon een drang naar iets extreems. Waarom? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat is het hele ding. Maar dat had ook iets heel anders kunnen zijn, dus. Nou ja, daarom zat ik hiervoor natuurlijk bij de mariniers. Ja. En ik had daar nooit weg gewild, hè. Het is alleen dat ik een hele grote kans zag. Anders had ik daar gewoon nu nog steeds gestaan. En ik ja. doe het met alle liefde. Verkoop ik morgen mijn organisatie, hang ik mijn vestje waarom zet ik mijn brilletje erop, mijn helmje, erop. Dan ga ik weer... Uh... Ja, zou je zo weer uh, ja. op pad gaan? Want uh, de, ik zie wel een groot verschil. Dat als jij uh, marinier bent, dan is het tenminste... alsof ik die wereld ken, niet. Maar dat is wel een soort van... Team of zo, hè? dat is samen één. Ja. Weet je wel? Dat is een collectief en die, die klaren klussen en die doen alles. Terwijl nu ben je echt een kopstuk. Jij bent echt de CEO, je bent het gezicht, jij zit hier en jij bent degene die Jacks runt. Dat is natuurlijk wel even een verschilletje. Hè? Ja, dat is een verschil, ja. Iedereen is daar echt like-minded. Dus je komt er ook binnen met allemaal hetzelfde doel. En dat is natuurlijk nog een verschil op het moment dat je binnenkomt bij deze organisatie. Of bij welke organisatie dan ook. Je kan je nog zo ver lijnen aan wat wij willen en wat wij doen. En wat wij wensen te behalen en je ambitie daarop nastreven. Er zijn echt wel mensen die komen heel dicht in de buurt van wat ik wil. Dat ze ja. dat ook willen bij de organisatie. Ja. Maar het is altijd anders. Ja. En daar kun je elkaar veel en veel en veel harder aanspreken. Ja. Omdat je wist wat iemand dreef, want hij kwam met hetzelfde doel. Ja, ja en dat kun je niet van al je medewerkers verwachten. Op dat niveau. Nee, dat willen we ook helemaal niet natuurlijk. Nee, nee kijk sommige... Um, heel veel functies binnen de organisatie zijn daar... Um, omdat we het nodig hebben. Ja. En als die mensen er meer werkplezier aan beleven... door inderdaad dat extra rondje te lopen... ga lekker dat rondje lopen. Mm -hmm. Als dat werk maar af is, want anders kunnen de rest van je collega's niet door. En dat is belangrijk. Dat iedereen beseft, en dat denk dat ze dat ondertussen wel doen... dat was op het begin wat moeilijker... dat iedereen extreem cruciaal is in de keten. Want als ja. er één iemand niet functioneert in het de het hele keten... Schakel. Ja, ja, dan werkt die hele keten gewoon slechter. Ja. Krijg jij ook feedback andersom? Wordt er genoeg te bekopen getrokken naar jou toe? Te weinig, maar wel eens, ja. Mm. Zoek jij dat zelf op? Misschien wel externe? Laat jij je coach of zoiets? Of heb je zoiets van, al? Oh, ik, ik... Nee, allemaal geprobeerd. Een raad van advies, coach en dergelijke. Maar gezegd, het werkt echt voor geen meter voor mij. <laughs> Hoezo niet? Ja, omdat... Uh, bijvoorbeeld een raad van advies was een heel goed uh, voorbeeld. Er zaten echt hele slimme mensen in. Mensen top van de wereld. Top advocaten, top uh, CTO's, CIO's, zeg maar allemaal. Maar ik was daar iedere uh, maand... terugwerkende krachten en verhalen aan het vertellen. En ze konden nooit met me meedenken. Want op mensen van dat een hebben, ja, heb ik, ja, is al gebeurd. Wie je gedacht, is al lang afgevinkt. Oké, okay, moet je hier kan denken. Nee, is niet handig, want ik zei zet komt eraan. Dus als... Um, op dit tempo van ondernemen wordt aan zoveel dingen gedacht... en zijn er zoveel schakels tegelijkertijd aanwezig... dat iemand die niet 90 uur per week naast mij zit, heeft geen zin. Nee, die mist de boot. Ja, ja, dus er zijn een paar mensen, in de organisatie die zitten letterlijk zo lang... iedere dag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Je hebt een soort kernteam waarmee je de, de strijd voert, zeg maar. Ja, die zitten, die zitten ernaast en die kunnen erover mee beslissen. Die, die geven dus ook keuzes en, en adviezen en dergelijke, gewoon organisatie breed, niet per se aan mij als persoon, maar gewoon aan ja. Jacks, dan gaat het. Maar als je denkt dat je met vier uur per week met mij mee kan praten, dat je... Nee, stop maar gewoon. Heeft en dat en hoeveel mensen zijn dat, zijn dat? Ik noem het even kernteam of MT of directie of hoe je het ook noemt, die echt... Ja, dat kernteam, dat zijn er twee of drie, ja. afhankelijk van het moment. En MT zijn er elf. Oké. Okay. En wil je dan ooit weer terug naar de Mariniers? Ja, ik zei het wel altijd, maar ik denk dat de kans klein wordt dat het gaat gebeuren omdat dit voorlopig nog niet klaar is. Ja. Um, nu Nederland, je, je zegt het gaat matig. De, en de, wat is de grootste remfactor van het feit dat matig gaat? Wat moet er gebeuren dat het echt tof gaat? Ja, intern beleid. Ja, toch die hele kar mee trekken op jouw niveau. Ja. Op, op dat tempo, kijk. Ja. Als je nu kijkt naar wat we nu doen... en je zou een jaar de rem erop zetten... zoals een normale organisatie zouden doen... en dan gewoon eens een jaar lang dat team beter maken... Dan hebben we denk ik de beste organisatie er maar is: Gestroomlijnd, gestructureerde processen. Maar is dat niet slim om nu te doen dan voordat je gaat internationaliseren, zodat je die kan copy paste naar het buitenland? Nee, want dan voer je daarna weer zo hoge druk op. Dat ik weet terwijl de mannen extra nodig heb, heb ik hetzelfde probleem. Dus je kan beter de pijn nu maar gewoon pakken, iedere dag opnieuw. En internationaal, zeg maar, we kopen over lokale teams. Heeft simpelweg de, uh, de reden: als je mensen vanuit Nederland zo snel up-to-speed moet krijgen op ...cultuur, wet- en regelgeving, compliance, tone of voice... Uh, ...gewoon allerlei dingen, zeg maar, van bijvoorbeeld Engeland... ...en dan Spanje, en dan Italië, en dan Frankrijk, en dan Portugal... ...en dan Hongarije, en al die andere landen. Daar gaan niet werken. Dus we kopen bedrijven lokaal. Wat voor soort bedrijven? En nu uitzendorganisaties. Om met die uitzendorganisaties mee te kijken, daar kennis op te doen. Ja, van de lokale markt. Ja, van de lokale markt. Um, en dan gewoon native daar te kunnen groeien. En dan draaien we vanaf daar, zeggen we tegen één, oké, okay, vanaf nu... Want jij hebt best je contracten op orde, je systemen op orde, ja. je compliance op orde. Jij snapt het. En jij durft met een Nederlander te praten die veel te direct is. En dat heb ik niet zo over mij, maar over de teams die dat doen. Dan wil jij vanaf nu Jack's Back de uh, UK. En jij gaat vanaf nu de contractuele stromen draaien. En vanaf daar gaan we software vanuit Nederland draaien. Want software kunnen we gewoon internationaal vanaf Nederland draaien. Ja. Maar ik heb overal die lokale kennispartner nodig. Die tegen ons gewoon vertelt, ja Nick, dat is echt een domme keuze, want zo werkt het in Spanje niet. Ja. En dan hoef ik niet te zeggen, wat denk jij ervan? Dan zegt hij, ja, wat denk jij ervan? Ik woon hier al 35 jaar. Dus dan weet hij het altijd beter dan dat wij het weten. Natuurlijk wordt er wel een hele grote selectie op gedraaid, op normenwaarden, kerncompetenties, dat soort dingen. Ja. Um, best wel een... Uh, uh, 32 was je toch? Maar best wel... Uh, soort, ja, oude ziel klinkt ook wel zo... Maar je bent geen gemiddelde 32-jarige, hè? Zoals jij praat en doet en wat je allemaal aan het doen bent. Herken <laughs> ja, je Een oude ziel, dat wordt wel eens meer gezegd, ja. ja. Een oude ziel, ja. Ja, nee, dat bedoel dat, ja, dat ik... Is, dat is, ik vind dat altijd wel mooi, oude zielen. Maar, uh, nee, maar je bent geen gemiddelde 32-jarige. Als je kijkt naar wat je doet en wat je neerzet en hoe je leven... In, heb jij privé... Heb jij een partner of iets? of uh, een hele lieve vriendin, ja. Een hele lieve vriendin? Nog ja. geen kinderen? Nee. Oké, okay. houden we voorlopig zo. Mm. Uh, dat einddoel, hè? stel dat je noemt even zo net een hele serie landen. Uh, stel dat het matig blijft gaan, hè? dus niet goed, gewoon matig. Uh, wat kunnen we dan, hoe, hoe ziet je tempo er dan uit? We groeien in Nederland naar vijf, zeshonderd miljoen euro omzet in de komende twee, tweeënhalf jaar. We zijn van plan om een beursnotering aan te vragen over uh, twee jaar om gewoon meer kapitaal te halen in de markten... meer expansie te kunnen drijven... meer bekendheid te kunnen creëren... meer validatie van de markt te kunnen krijgen, dat soort dingen. Wel meer bemoeienis van buitenaf? Ja, dat wel, maar dat vind ik op zich niet zo erg. Hm. Um, in andere landen verwacht ik ergens... tussen de 30 en 100 miljoen per land te gaan draaien. En daarmee dat we komende... ja, zeg even binnen... geen idee eigenlijk, maar... ...daar calculeren we niet echt, maar binnen die zes jaar zou je wel richting die miljard moeten gaan. Ja. En dat kan eigenlijk veel eerder, maar de reden dat we dat niet doen... ...is omdat we dus heel veel businessmodellen wegschuiven van omzet naar bruto marge. Precies. Kijk, een simpel voorbeeld. We draaien nu al tientallen miljoenen op freelancers. De kans is groot dat we vanaf volgend jaar een andere uh, uh, structuur gaan gebruiken... Dat betekent dat we daarmee de volledige omzet van de freelancers wegsnijden... en dat alleen de bruto marge de omzet gaat worden. Oftewel, dan ga je bijvoorbeeld van 50 miljoen terug naar 4 miljoen. Maar veel minder kosten en veel hoger dan draai je alleen de marge. En om. je bruto rendement is veel hoger. Ja. Dat Zorg... cijfer is natuurlijk ook per definitie veel interessanter dan omzet. Ja. Ja. Dus de organisatie wordt daarmee, is daarmee net zo groot, is stabieler waarschijnlijk. Um, krijgt minder te maken met cashflow uh, issues eventueel die hebben we daarop niet maar goed dat zou wel kunnen uh, maar natuurlijk voor de buitenwereld lijkt dus de omzet dan minder hard te groeien mm. terwijl het in feite letterlijk hetzelfde is mm. maar goed dat is dus um, daarmee zeg ik, ik weet niet zeker of we dan op die manier op die miljard komen omdat nee, we gewoon ja. letterlijk dingen elimineren ja helder uh, en zo, ik bedoel, een miljard als doel is ook een op zich ja leuk maar boeien nee boeien ja, ja. heb jij een... Uh, um, uh, wil jij met je bedrijf iets meer dan een money machine maken... in de zin van impact op whatever? Ja, dat doen we nu al eigenlijk. Ja, niet eigenlijk, dat doen we nu al. We hebben een foundation opgezet. Ja, dat was ik. Naast de organisatie waarmee we um, um, kinderen... dus basisschoolleerlingen in Rotterdam... dagelijks voorzien van warme lunch met meer dan 100% groente omdat de stad een daadwerkelijk groot probleem heeft, een armoedeprobleem heeft. Ik vind dat de generaties die er nu in zitten van grotendeels gewoon afgeschreven zijn. Dat is heel hard. Maar ik wil mijn geld en even niet stoppen in mensen die het zelf veroorzaakt hebben. Dat is natuurlijk niet altijd zo, hè? maar daarom zeg ik... Ik moet het een rechtlijnig trekken om een oplossing te kunnen vinden. Rechtlijnig is wel een van de woorden die jou uh, Ja. ja. ja? Um, daarmee zorgen we ervoor dat de nieuwe generatie geholpen wordt. We helpen kinderen dus met een warme lunch... Zorg ervoor dat er naast opvang is, dat er heel veel aandacht is. Eigenlijk zeg je dat hun ouders, als je het heel rechtlijnig stelt, de oorzaak zijn van het feit dat zij geen lunch hebben. Is dat wat je zegt? Ja. ja. Dat, dat, had, een dat hadden ze beter kunnen doen. Ja, niet altijd. Kijk, er zit in heel veel. Het is soms een cultuurdingetje gewoon. Mm -hmm. En dan moet je ook helemaal niet willen veranderen. Want mensen zijn ermee opgevoed, opgegroeid. Het is hun cultuur. Dus het blijft er ook vanaf. Dat is het respect naar die mensen natuurlijk. Um... Maar als je ook hier bent gekomen, bijvoorbeeld als immigrant, en je hebt nooit die kansen gehad, kan je daar in feite niet zo heel veel aan doen. Maar als ik nu nog die mensen moet gaan helpen, die 50, 55 zijn, die hun eigen leven hebben, die gaan echt niet meer naar Nick Helbands luisteren één op één. Om te zorgen dat ze hun business anders op orde krijgen, hun leven. Om daarmee te kunnen zorgen dat ze hun kinderen kunnen helpen om uh, met warme lunch naar school te gaan. Dat gaat niet werken. Dat is niet schaalbaar. Dus het, het fundamentele probleem van het. Het oplossen van dit probleem ligt er in de volgende generatie. En zorg zorgt dat de volgende generatie beter opgevoed is, uh, goed educatief opgeleid, oftewel als je zorgt dat die kinderen gegeten hebben, dan kunnen ze op school ook opletten. Wat ik bedoel, met die lege maag, hoe ga je luisteren naar die, naar die lerares ja. en zorgen dat je informatie opdoet. Nou, Als je dit voldoet en je neemt ze mee naar bedrijven en je laat ze zien: oké, okay, je wilt hier komen en je wilt presentator worden bijvoorbeeld. Wat voor pad moet je dan doorlopen. Dus dan krijgen ze hier gewoon in kindertaal een uitleg. Zo werkt een studio, ziet het eruit. Als je het ooit wil doen, dan moet je dit, dit en dit waarschijnlijk. Want doen. dat doe je ook naast de lunches ja. draai je ook dit soort programma's. Ja, en dan worden mensen gekoppeld met VOG natuurlijk, anders mag het weer niet. Ja. Um, om gewoon een soort van buddy te zijn van kinderen. Om gewoon aandacht te geven waar ze dat tekort hebben. Dus daarmee zorg je in feite dat die generatie een betere uh, opvoeding krijgt, meer kansen krijgt, meer hun kans gaat zien en hun dromen gaat geloven. Want als jij zegt iedere dag. Ja, jij wilt arts worden, dat is niet voor ons weggelegd. Dan gaan ze het ook geloven, gaan ze niks meer doen. Dus je brengt dat allemaal terug. En dan verwachten wij dat in die en echt niet 100%, maar laten 10% zijn die verbeterd. Dat we daarmee minder mensen in de bijstand hebben. Minder ja. mensen die ziek zijn, dus minder ziektekosten. Minder mensen in de criminaliteit krijgen. Hoger opleidingsniveau. Dan heb ik het niet over universiteit, maar gewoon MBO 1, 2 is al prima ja. in plaats ja. van niks. Dat je daarmee gaat zorgen dat er veel meer. Nou, noem het dan welvaart, platgezegd, er komt en geluk komt in zo'n stad. Dan denk je dat je de, de problemen van zo'n stad in de end kan oplossen. Dat je continu te focussen op de nieuwe generatie. En zou dit plan groter kunnen worden dan alleen Rotterdam? Of? Ja, ik denk niet door ons. Nee, precies. Want Rotterdam is al zo'n groot probleem. Ja. Dat ik denk dat ik daar de komende. Ja, weet ik veel? 30, 40 jaar wel mee bezig kunnen zijn. Ja, dan ben je nog niet klaar. Dan is het nog maar een fractie die helpt. Ja, en dan moet het ook gewoon iemand anders, moet het dan gewoon gaan doen. En zit daar dan weer een soort drijfveer achter die uit je eigen jeugd komt? Of moet ik dat psychologiseren, maar gewoon weer loslaten? Is dus gewoon een recht geschapen ik, Hillebrand, die gewoon dit wil? Ja, ik vind dat wij als bedrijf uh, met zo'n grote impact in de stad ook gewoon echt impact moeten hebben in de stad. We zitten op Zuid. Ja. Waardoor we de problematiek heel de dag om ons heen zien. Je ziet het namelijk echt. Als je daar gewoon een rondje gaat rijden of gaat lopen, dan zie je ja. het echt. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat, er, um, dat je als bedrijf ook die maatschappelijke stempen kan bijdragen. Wij hebben namelijk veel meer impact dan een gemiddeld MKB-bedrijf kan hebben. Ja. Omdat wij nu, ja, nu al ik veel, een paar honderdduizend euro per jaar in die stad stoppen. Mm -hmm. En straks kunnen we dat miljoenen worden door ja. alleen al zelf sneller te groeien. En al die ondernemers in de stad te binden aan ons. Dus iedere dag komt er een ondernemer bij ons binnen Rotterdam. Die vertellen we het verhaal. Wat zijn we aan het doen? Wil je met ons meedoen? Zoals een maandelijks bijdrage. Niet eenmalig, want dat schiet allemaal niet op. En Dan moet ik namelijk iedere week opnieuw een kruid vinden. Mm. Ik wil gewoon dat er iedere maand substantieel geld binnenkomt. Vanuit de stad en vanuit onszelf. Om daarmee continu dat probleem op te lossen. Wat vindt de burgemeester ervan? Geen idee. <laughs> Uitgesproken. Je bemoeit je niet met de politiek. Nee, mm. Echt nul. We zijn slim. Um, dan komt er een dag dat uh, het Jacks avontuur voorbij is. Uh, Mariniers ook. Met de oud. Uh, wat ga je dan doen? Geen idee. Nee? Geen idee. Voorlopig duurt dit nog wel even dus. Denk het ook wel. Uh, ik wens je er heel veel plezier mee. En heel veel succes. En uh, dank dat je mijn gast was. Graag gedaan. dankjewel. En uh, dank je wel voor het kijken, uh, beste mensen. Na weer een... Uh, een ja, ik vond het een prachtig ondernemersverhaal. Zoals ik ze zo graag maak hier op 7D-TV. Zit je te luisteren naar de podcast? Volg ons op, uh, op je podcastkanaal. Dan mis je helemaal niks meer. Uh, als je op YouTube zit te kijken, hieronder uh, abonneer je op ons kanaal. Worden wij weer groter en worden we meer bekeken. En uh, kan, kan ik weer veel meer mensen uh, inspireren met prachtige ondernemersverhalen. Zoals deze van uh, Nick Hillebrand van Jacks. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!